Als je zo een kwal op het strand ziet liggen, kun je je bijna niet voorstellen dat deze hersenloze beestjes zulke bijzondere mooie verschijningen zijn in het water. Kwallen zijn holtedieren die het grootste deel van hun leven met de stroming mee door het water zweven. Kwallen kunnen zich maar beperkt actief voortbewegen. Dit doen ze door de klokvormige hoed samen te trekken. Een kwal is een eenvoudig dier en bestaat voor 98% uit water. Ze eten kleine visjes, garnalen en ander plankton. Dit voedsel vangen ze al zwevend door het water. Langs de Nederlandse kust leven verschillende soorten kwallen. Zoals de oorkwal, blauwe haarkwal, kompaskwal en zeepaddenstoel. De meeste kwallen prikken niet. Alleen de tentakels van de blauwe haarkwal en de kompaskwal kunnen prikken. Ribkwallen zijn geen echte kwallen. Ze hebben een ingewikkelde darmkanaal. Sommige zijn zo groot als een druif en daarom worden ze ook wel zeedruifjes genoemd. Ze bewegen zich actief met zogenaamde zwemplaatjes en die geven licht. Omdat kwallen niet tegen de zeestroming in kunnen zwemmen, horen ze bij het dierlijk plankton. Bij een flinke stroming of een hoogtij kunnen veel kwallen in de Waddenzee terechtkomen. Ook spoelen kwallen soms massaal aan op het strand. Dit gebeurt vooral bij oostenwind. Dan stroomt het bovenste laag water van het land af en de onderstroom voert de kwallen richting kust. Wanneer een kwal aanspoelt, blijft er na een tijdje door verdamping niet veel meer over dan een heel dun vliesje. Soms eigenlijk alleen nog maar een afdruk in het zand.